waar we naartoe gaan. Maar het moet wel lekker zijn volgens dan. Het appartement. We zullen even omkleden, mijn make-up afhalen, douchen en dan inpakken, want morgen is onze laatste dag. Morgen moeten we even kijken, 8:50 avond beneden klaarstaan. Dus daar hebben we de hele dag ook nog, gaan we ook even wat doen. Dus dat, dan ga ik even mij omkleden en zo en dan beginnen we met inpakken. Het is zover, laatste dag. Maar goed, we hebben echt onwijs genoten elke dag. Ook al het waren 7 dagen, maar we hebben elke dag echt genoten. Van het weer, van het eten vooral. Maar ja, alles komt uiteindelijk een einde aan. Twan is even naar beneden, moet wat afrekenen. En we gaan zo meteen de koffers ook naar beneden brengen, want 12 moeten we uitchecken. En we mogen ook de koffers hier laten, want we hebben nog de hele dag. En dan laten we de koffers hier, gaan we naar Heraklion. Gaan we nog een aantal cadeautjes halen. Een beetje rondlopen daar. Nog een paar dingen zien. En dan komen we terug, gaan we weer eten. En dan is het dan zover. En mijn gezicht is gewoon donker, dat het bijna niet echt mooi is. En laatste koffertje. Neem je dat niet mee? Nee, het is te zwaar voor mij. Heel gauw. Ja. Doeg! Adjoeg. Oh man, het is vandaag echt een stuk warmer, een stuk drukker dan verwacht. Die slofjes ook. Ach, kijk hem. Kijk. Je hebt hem niet goed gezet, je moet hem goed zetten. Die vrouw denkt van, die zijn gek. Gek toerist. Hij vindt het wel geweldig, joh. Dan ben je mijn ridder. Nee, Romein, jongen. Oké, mijn Romein. Sorry hoor. This is Sparta, film 300. Jawa Butler. De. Goed zo. Nou, we zijn klaar met onze aankoopjes. Want je kiest van het rusten. En wat gaan we nu doen, schat, eigenlijk? Wat gaan we nu doen? Ben je klaar dan? Ja, ik ben echt klaar. Ja, we kunnen wel lopen, misschien zien we iets, maar ik heb eigenlijk alles. Nou, binnen een uur waren we al klaar met de... Die wind. We waren wel klaar met Heraklion, want... Het is bloedheet buiten, dus we zijn weer terug bij ons appartement. Nou ja, het is niet meer ons appartement. Dus dat we dachten, we gaan nu omkleden. Want we hebben geen kamertje meer, kunnen we wel hier omkleden. En dan gaan we weer naar het strand. Gaan we nog de laatste dagje genieten van het strand, want het is echt heel mooi weer. En we gaan toch pas om 9 uur, dus we hebben nog genoeg tijd om lekker nog te zonnen. Iemand zei ervan, volgens mij zitten jullie op vakantie alleen maar te... Wat is het? Eten, drinken, zonnen, slapen. Maar goed, dat is een beetje vakantie. We hebben ook leuke dingen gedaan. Maar we gaan nu lekker weer zonnen. Ja. Het waren lievelingsliedjes op haar op ruimte. I know all the songs. Okay. Ga je ze even zingen, schat? Oké. Ga je ze even je moves laten dansen? Goed, Twan, chick. Nou, we zijn nu bij het bar, bij ons appartement. We gaan even gezellig eten en drinken. Met onze groot vriend. Dat is hij daar. Panos, zeg hij. De Spanos. Spanos voor mijn ijskoffie aan maken. Thank you. I'm vlogging. You know what vlogging is? It's like on YouTube. You have your own channel and that's what she does. Yeah. So she makes movies all it's the my trips first. And I'm getting crazy. You get used to it. No, I'm not. Ga ik echt missen. Griekse salade. Lekkerste. Zover jongens. We wachten op ons busje. Die ons ook komt ophalen. Oh, toen net gingen we afscheid nemen van Panos en de rest. Ik word emotioneel. Ik weet niet waarom.
Want je ziet nooit zulke bijzondere mensen, zo aardige mensen. Dus als echte Nederlander, altijd goed voorbereid. Alle documentjes. Waar heb ik over, waar heeft hij over? Goed zo schrikken. Doeg, appartement. Dag. We moeten nu wachten hier. Kwantje. We moeten nu wachten, want we zijn te vroeg. Nee, te vroeg, ja. Ze hebben ons gewoon te vroeg gebracht, maar... Dus we moeten hier wachten tot we geroepen worden om naar ons vliegtuig te gaan. We vliegen om 12 uur en het is 9:30. We zijn genaaid. Taalgebruik. Is goed. We moeten op je wachten. Het was wel druk. Schat niet, man. Ja, die airco is voor ons, zie je? Potje, een dikke drie dubbeltjes, vier kwartjes. Jij moet even leren niet meer. Dus dat zeg ik toch ook, je verbetert me. Dus we gaan weer wachten. Holland. Lekker naar huis. Here we come. Ciao.